Na die kletsnatte lente ben jij waarschijnlijk wel toe aan een mooie zomer. Maar wat kunnen we al vertellen over de komende zomer? Een natte lente werd in het verleden vaak gevolgd door een sombere en vrij koele zomer. Na een natte lente is er veel vocht in de bodem aanwezig wat kan verdampen en dat leidt dan tot de vorming van wolken en buien. En daardoor wordt het ook minder warm. Maar niet getreurd, in 1983 beleefde de natste lente ooit, maar er volgde een warme, droge en zonnige zomer die bijzonder was voor die tijd. Door klimaatverandering is de kans op een warme zomer tegenwoordig levensgroot. Deze eeuw verliep maar liefst 80% van de zomers warmer dan normaal. En we moeten terug naar 2011 om een zomer te vinden die kouder was dan normaal. Een normale zomer, dan kun je rekenen op zo'n 23 zomerse dagen met temperaturen van 25 graden en meer. Maar met die klimaatverandering zien we heel vaak dat we veel meer zomerse dagen krijgen. Met seizoensverwachtingen moeten we natuurlijk voorzichtig zijn. Maar voor deze zomer tonen de weermodellen een duidelijk signaal voor meer oostenwinden. En oostenwinden in de zomer betekent meer zomerse warmte. Daarbij hebben we niet alleen maar droog weer. We hebben flink wat zonnige perioden, maar vanuit het oosten trekken ook regelmatig regen- en onweersbuien over ons land heen. We kunnen ons dus voorzichtig instellen op een warme zomer met regelmatig een bui. In onze maandverwachtingen houden we jou op de hoogte hoe de zomer zich ontwikkelt.